dat ging prima, alleen er moet meer gewipt worden in Almelo. Meer tegelwippen. Ja, we zijn hier vandaag vanwege het NK tegelwippen in Almelo. Het gaat hartstikke goed met de tegelactie. En mijn collega Luc heeft hier net tegels opgehaald. En de actie loopt nog tot 31 oktober en Almelo staat op de tweede plek. Dus met een beetje geluk en enthousiaste inwoners gaat die eerste plek wel in zicht komen. Ja, dat inwoners hun tuin vergroenen, dat een positief effect heeft op het aantrekken van insecten, maar ook om wateroverlast te voorkomen. En ja, om samen te zorgen voor een fijne leefomgeving in Twente vinden we dat gewoon heel belangrijk. Nou, tot nu toe staat de teller in Almelo op bijna 70.000 tegels. En dat staat eigenlijk gelijk aan een voetbalveld. Dus dat is een hele mooie opbrengst al. En zoals eerder gezegd, met een beetje geluk. Almelo heeft al op de eerste plek gestaan. En nou ja, met nog een aantal enthousiaste inwoners gaat die eerste plek er gewoon komen. Nou, de gemeente Almelo die wint de gouden tegel op het moment dat zij het hoogste aantal tegels per 1000 inwoners halen. En de inwoner die de meeste tegels gewipt heeft, ontvangt de gouden schep. Tegels die wij als tentmeerzijnde inzamelen, die worden naar Düsseldorp Infra gebracht. Het zit in Borne en daar worden de herbruikbare tegels eruit gehaald door mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Dus ook een stukje sociale werkgelegenheid. En dat wat overblijft, dat wordt eigenlijk een soort van tot granulaat gemaakt, wat onder andere weer in wegenbouw gebruikt kan worden. Actie loopt tot 31 oktober en tot die tijd bieden wij ook de service van de tegeltaxi aan huis. En de mogelijkheid ook om op vertoon van aanmelding bij NK Tegelwippen ook de tegels in te kunnen leveren op het afvalbrengpunt. En daarna is de actie voorbij.